goed. We zijn te gast bij Gaby Dijkhuizen. Gaby is een baptist. Ja. Dat kom je in kerkraad omgeving nog niet zo heel erg veel voor. Maar Gaby, ze hebben jou gevraagd om geestelijk verzorger te zijn in een van de huizen hier in de buurt waar mensen met oud zijn en dementie. In deze pandemie horen we heel vaak dat met name de ouderen daaronder lijden. Is dat zo? Want jij komt daar van heel nabij. Ja. Ja, goed. Ik merk wel dat ouderen eronder lijden. Omdat zeg maar, het vertrouwde patroon wordt doorbroken wat dat betreft. Hè? Mensen zijn gewend dat familie op bezoek komt. Nou ja, goed. Dat werd abrupt, werd dat afgebroken. En dan merk je dat dat voor oudere mensen soms heel lastig kan zijn. En ook onbegrijpelijk. Ze begrijpen niet goed wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus dan kan dat lastig zijn. Aan de andere kant zijn er ook mensen die de rust heel erg goed heeft gedaan. Dus het zijn eigenlijk twee verschillende groepen wat dat betreft. Jezus zegt vandaag in het evangelie, kom allen die tot mij, die uitgeput zijn en onder lasten gebukt. Mensen die uitgeput zijn, ja. Onder lasten gebukt, kom je die tegen? Ja, ik denk met name het alleen zijn, het missen van bekende mensen om je heen, van je dierbaren om je heen. Dat was voor mensen heel erg moeilijk. En verdrietig. Het gemis, het niet begrijpen wat er gebeurt en het dan alleen voelen. Ja. Toch doet Jezus een belofte te midden van die hele moeilijke situatie en dus ook een belofte aan deze mensen die bijna 3 maanden compleet zijn geïsoleerd van de buitenwereld. Met vaak maar 1 bezoekje per week van 3 kwartier. Jezus zegt, ik zal u rust en verlichting schenken. Doet Jezus dat? En hoe doet hij dat? Nou ja, goed, ik geloof dat het evangelie een boodschap van hoop is en van liefde is. God heeft alles in Jezus alles gedaan om de relatie tussen de mens en God te herstellen. Daar heeft hij zijn zoon voor geofferd. En het mooie is dat God is ons nabij. Hij belooft ons dat ook in verschillende psalmen. Als ik bijvoorbeeld denk aan psalm 121, daar wordt over gesproken dat God zegt, God sluimert niet en hij bewaart onze ingang en hij bewaart onze uitgang. Hij is erbij. Psalm 139 die ons leert dat God ons gemaakt heeft, dat hij onze gedachten kent, dat hij bij ons is. Hij is boven ons, hij is om ons heen. Kun je met mensen daarover spreken of kun je met mensen zelfs bidden, ook als mensen dementerend zijn? Ja, zeker, dat kan. Ja, en dat is ook heel mooi, want ik geloof ook, God is erbij. En dat is een prachtige boodschap van hoop. En we weten dat we een prachtige toekomst in het verschiet hebben. Dat we ooit een samen met God mogen zijn. En hoe dat precies uitziet, dat weet ik niet. Maar dat is wat God ons belooft. En daar kunnen de mensen ook troost uit putten. Van, nou ja, goed, in deze moeilijke tijd is er ons nabij. Plus, er ligt een prachtige toekomst in het verschiet. Jullie hebben de afgelopen maanden weinig viering, in die zin bijvoorbeeld geen eucharistievieringen meer kunnen doen. Wat hebben jullie daarvoor in de plaats gedaan? Nou, in ieder geval denk ik dat je de mens kunt ontmoeten in het persoonlijke gesprek. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En wij zijn een soort van bezinningsochtenden of gespreksgroepen aangegaan waarin we gewoon een thema uitdiepen. En we hebben ook heel bewust gekozen bijvoorbeeld voor het thema gemis, het thema eenzaamheid. Maar ook bijvoorbeeld gekozen voor het thema fijne herinneringen. Van denk eens aan de mooie dingen die God ons ook in het leven voorheen heeft gegeven. Hè? Een hele andere invalshoek. Jij werkt natuurlijk, je bent aangesteld voor die bewoners, patiënten. Maar er zijn ook verzorgers. En als ik ze dan zie, voor mij zijn dat jonge meisjes en jonge mannen die daar werken. Mm-hmm. Was het voor hen niet ook af en toe erg moeilijk? Ja, nou ja, goed. Tuurlijk, het is altijd, voor iedereen is het moeilijk aan zoeken naar een weg hoe je hiermee om te gaan. Iedereen is anders. En kon je voor hen iets betekenen? Voor het personeel? Nou ja, goed, ik denk met name de angst. Hè? Bij sommige mensen leefde er angst over van, goh, hè, zou ik niet ziek zijn geworden of iets dergelijks. En daarin kan je dan wel wat betekenen. Gewoon het luisterend oor ook bieden wat dat betreft. Ja. Deze maand gaan de versoepelingen. Mm-hmm. Komen. Ja. Kijk je daar tegenaan? Wat verwacht je daarvan? Nou, aan de ene kant vind ik dat natuurlijk fantastisch, want dat is waar heel veel mensen naar hebben uitgezien. Aan de andere kant zal het ook weer een bepaalde spanning met zich meebrengen, want ik verwacht natuurlijk omdat er de huizen weer open gaan,
dat er veel aanloop zal zijn en het zal een stuk drukte brengen wat voor andere mensen wat lastiger is, die toch wel goed gedijen bij de rust, om het zo maar te zeggen. Dus het zal, ja, voor de een zal het gebedsverhoring zijn en voor de ander, die zal er weer opnieuw aan moeten wennen, want er wordt er weer opnieuw een structuur doorbroken. Ja. Nou, Gaby, we wensen je heel veel inspiratie toe bij dit ontzettend belangrijke werk wat je doet. En we hopen natuurlijk dat dat virus niet opnieuw gaat toeslaan, zodat je weer langzaam ook dat kunt gaan doen wat je van tevoren deed en volop er voor alle mensen kunt zijn. Hartelijk dank ook voor je getuigenis. Dankjewel.